Waar is iedereen eigenlijk? Want we zijn toch bij KFC? We moeten tegen KFC. Waar zijn de velden? Dat weet ik niet. Maar waar zijn Jim en Mikai en Jack en Nathan en Daly? En waar is iedereen? Waar is Tobias? Waar is Damien? Heb jij hier ook velden gezien? Nee. Hè? Hey Jack, een hat-trick? Ja. Interviews en wedstrijdverslagen van de Brulleeuwen van SV Ilpendam. Het spel zit de reden in jullie, maar het kopje erbij houden. Ja, niet verslappen, niet opgeven. Ik denk dat het allerbelangrijkste is waar we vandaag een switching gaan maken. Als we druk blijven zetten, dan hebben ze nooit kans om te schieten. Ballen tonen, om het even zo te zeggen. Laat maar eens zien dat je van niemand onder kan doen. Precies. Ja. Dus we gaan het even afwachten. Ik ben benieuwd, maar ik heb er wel veel vertrouwen in, dus het moet goed komen. Als ik zo de tegenstander een beetje heb gezien. Ja. Hij is een beetje tegenlicht, ik zie ze niet zo goed. Ja, nou, laten we het daarop houden. Nee, dat moet goed komen. We hebben er zin in vooral. Ja. En wat gaan we doen? Winnen. Wat gaan we doen? Winnen. Wat gaan we doen? Winnen. Myself wondering, what did happen to the last 10? Last forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Zijn we weer, hè? Vrienden, zijn we een beetje tevreden? Ja. Tegenstander is vandaag iets minder vergeleken met vorige week, maar ze proberen het een beetje over te spelen. Ik zie ook een beetje dat ze iets meer uit verdediging spelen en dat er dat ze af en toe met z'n drie en dan inschuiven. Dat is ook wel een interessante. Wel een paar keer nog wilde peren naar voren, maar het is jammer een paar kansjes net gemist, maar ze proberen voorzetten te geven. En die ene die werd afgekeurd, ik weet niet of de camera dat was die mooi, erop heeft. Ja, die hebben we. Ja. Die gaan we zeker tonen. Oh, hartstikke mooi. Die deden was een fantastisch doelpunt. Tak. Toen vloot hij net voor de rust, maar daar kunnen ze trots op zijn. Ja. Hey Figo, wat vind jij nou hier allemaal van? Goed. Vind je het goed? Ja. Spelen ze een beetje goed? Ja. En je broer dan? Ook. Ja. Ik wil eigenlijk dat ik zo meteen 8 jongens letterlijk op een kar moet leggen en naar de kleedkamer moet dragen. Wat gaan we doen? Winnen! Wat gaan we doen? Winnen! Kom op! Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.
gehad. Een beetje tevreden over het spel? Afwisselend. Vlagen van goede momenten, maar ook vlagen van inderdaad een beetje verstandsverbijstering lijkt bijna. Maar felheid misschien ook wel, of niet? Felheid inderdaad, soms de wil om te winnen. Ja. Dus ja, dat wisselt. Het ene moment zie je het wel, het andere moment zakt het even weg. Ja, dat heb je ook wel eens. Maar uiteindelijk wel tevreden over... Overal is het een prima wedstrijd geweest en de wil om te winnen is er. En als we dat doortrekken naar de volgende week... Mooie doelpunt, ook wel goed overspel als af en toe. Het zit in het team, het moet er nu alleen nog elke wedstrijd continu uitkomen. Die eerste helft gaat hartstikke goed. En dan die tweede helft begint een beetje matig. Waar ligt dat dan denk je aan? Ja, gewoon niet fel genoeg. Ja? Gewoon telkens scherp blijven? Ja, gewoon, ja. Heb je van vorige week een beetje gewat? Wat heb je daarvan geleerd voor deze wedstrijd? Ja, we moesten zeg maar naar de bal toekomen. Dus je moest inspelen en dan moest je naar de bal toekomen. Ja. Tobias gaf een paar mooie assists ook. Oké, zeker eentje aan jou. Ja. Ben je daar een beetje blij mee? Ja, want hij gaf zeg maar zo'n curve bal hoog. En toen kon ik stuiteren en kon ik hem me omdraaien en toen een volley maken. Damien, zie ik jou nou gewoon ook een beetje verdediger worden? Beetje. Hoe vind je dat? Best leuk. Wat vind je het leukst? Wel het aanvallen. Dat aanvallen. Wel. Toch wel, doelpunten maken. Ja. Want er zat er ook nog eentje van jou in, geloof ik, vandaag, hè? Yep. En voel wat dan? Ja, fijn om weer eens te scoren. Ja. Dus die ga je zo meteen vieren met champagne? Nee. Nou, kinderchampagne dan? Nee. Ook niet? Maar als we zo doorgaan, dan gaat het best lukken. Ja. Vooral aan het einde van de tweede helft, als we gewoon een hele wedstrijd zo spelen. Elke wedstrijd achter elkaar gaat echt lukken. Gewoon concentratie erbij houden, hè? En lef, hè? Lef tonen. Yep.